Dames en heren, mag ik een warm applaus voor Henry Bontekamp. Beste CDA's, ben ik goed hoorbaar? Ja? Allereerst fantastisch om hier te zijn. Het is echt overweldigend om het in deze zaal, het is een prachtige zaal, maar ook fantastisch dat jullie hier allemaal zijn. Dat vind ik echt heel warm. Beste CDA's, we moeten heel goed nadenken wat solidariteit betekent in deze tijd. Dat heeft gevolgen voor de zorg. Dat geeft gevolgen voor sociale zekerheid. We moeten heel goed zien dat de mensen hunkeren naar veiligheid en zekerheid. Wij hebben gespreide verantwoordelijkheid en eigen verantwoordelijkheid. Maar we moeten dat mengen met solidariteit. Dat zei Hanny van Leeuwen in een verslag van het NOS-journaal over het congres, het CDA-congres, van 2 april 2011. En dat was het congres na het congres van Arnhem. De partij was zoekende tussen de keuze voor het gedoogkabinet Rutte en de behoefte aan een sterk eigen verhaal. En voor Hanny was het duidelijk. Ze had te veel meegemaakt om compromissen te sluiten op de waarde waar ze haar hele leven voor stond. Iedereen weet dat ik mijn eigen standpunt vasthoud, maar je laat je partij nooit in de steek, ging ze verder. En als de partij op de rug ligt, dan ga je met des te meer elan proberen de partij weer op de benen te krijgen. Dus ik zeg tegen alle mensen die de neiging hebben om af te haken, doe het nu niet, kom naast mij staan en laten we samen vechten voor de inhoud. Zo was Hanny. En daar heb ik niks aan toe te voegen. Ik denk dat Hanny vaak is onderschat. Veel CDA's herinneren zich vooral de zachte en bevlogen vrouw die zij op latere leeftijd was. De voorvechter van ouderen, zieken en misdeelden. Maar Hanny was ook stuurs en koppig. Ze was gehard door de oorlog en gevormd door het verzet. Als defensiewoordvoerder in de Kamer eiste zij meer respect en forse investeringen voor de krijgsmacht. En ze was heel fel over de naïviteit waarmee er voor de oorlog op defensie was bezuinigd. Nooit weer zouden onze militairen met kapotte machinegeweren en rammelende jeeps tegenover een vijand staan, zei ze. Het was dan ook mede dankzij Hanny dat het linkse kabinet Den Uyl in de jaren 70 koos voor de aanschaf van de F-16. Hetzelfde toestel dat we nu aan de Oekraïne leveren. Straaljager Hanny, een geuzennaam die duidelijk maakte dat met Hanny niet viel te spotten. En bij het schrijven van deze lezing dacht ik, wat zou Hanny van de politiek van vandaag vinden? Waarover zou ze zich nog druk maken? In de eerste plaats denk ik dat ze boos zou zijn op Poetin. Dat opnieuw een wrede dictator uit pure machtspolitiek een verschrikkelijke oorlog voert op ons continent. Jonge mannen vechten weer in loopgraven. Burgers worden moedwillig gebombardeerd. Oekraïense kinderen worden ontvoerd en in Russische gezinnen ondergebracht. Het is zo wreed en onmenselijk. Hanny was een van de laatste generatie politici die de oorlog als jongvolwassene bewust had meegemaakt. Ze zat in het verzet. De herhalingen van de verschrikkingen van toen zou haar opnieuw diep geraakt hebben. Maar ik denk ook dat Hanny zou voeteren op ons eigen land. Op een samenleving die verbrokkelt. Het egoïsme, het materialisme. Het gebrek aan saamhorigheid en solidariteit. Op een overheid die voor de toeslagenouders en de mensen in Groningen geen schild was, maar een meedogenloos zwaard. Ik denk dat ze ook kritisch op haar eigen CDA zou zijn geweest. Dat we te veel hadden meebewogen of te weinig hadden teruggeduwd. Hanny was sociaal en conservatief. Ze stond voor een fatsoenlijk Nederland. De overheid behoorde te alle tijden een schild te zijn voor de zwakste in de samenleving, zei ze dan. En ze was niet van pappen en nat houden. Wel van omzien naar elkaar, voor het behoud van de sociale samenhang, voor een land van rechten en plichten, voor een land van vrijheid en verantwoordelijkheid. In deze traditie sta ik ook in de voetsporen van Hanny, sociaal en conservatief.
En daarom voelt het als een groot voorrecht dat ik vandaag als nieuwe lijsttrekker van het CDA hier de lezing mag houden die haar naam draagt. Hanny's Nederland is een land geworden met twee gezichten. Een land dat goed is voor de mensen die het al goed hebben. Waar mensen in de ene wijk van gekkigheid niet meer weten wat normaal is. En de straat een showroom lijkt voor de ene naar de andere dure auto. En de huizenprijzen die sky high gaan. En waar één wijk verderop de armoede zichtbaar en voelbaar is. In troosteloze flats, slecht onderhouden speelplaatsen. Troep en huisraad op de stoep. De cijfers zijn pijnlijk en duidelijk. In ons land leven bijna 1 miljoen mensen in armoede. Onder wie 230.000 kinderen. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank is vorig jaar met 30% toegenomen. Er is stille armoede die niet altijd zichtbaar is. Als je weet dat 1 op de 20 kinderen thuis geen eigen bed heeft. Of 1 op de 5 kinderen geen eigen fiets. Als je weet dat 1/4 van de kinderen in groep 5 naar school gaat zonder fatsoenlijk ontbijt. Er is ook sociale armoede. Als mensen niet genoeg geld hebben om gewoon mee te kunnen doen aan het maatschappelijke leven. Als er geen geld is om je kinderen te laten sporten. Als oma moet kiezen tussen het cadeautje voor haar kleinkind of een uitstapje met de bejaardensoos, omdat allebei niet kan. En dan is er een veel grotere groep medemensen voor wie de onzekerheid niet in armoede zit, maar in bestaanszekerheid. Als jullie generatie met je eerste salaris geen betaalbare woning kan vinden en daarom langer thuis moet blijven wonen of het starten van je gezin moet uitstellen. Als je met een normaal inkomen nu nog net genoeg verdient om je gezin te onderhouden, maar om je heen alles duurder wordt en je dus nauwelijks geld overhoudt om te sparen of een buffer aan te leggen of om een tegenslag op te vangen. 14% van de Nederlanders staat permanent of maandelijks rood. En 42% van de huishoudens had vorig jaar te maken met betalingsproblemen. Dit is geen armoede, maar wel onzekerheid over bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid gaat ook over werk. De baan voor het leven is niet meer van deze tijd. Maar te veel mensen werken nu als schijnzelfstandigen. Op nulurencontracten of vlak boven het minimumloon. Voor hun is werk een bron van zorg in plaats van de zekerheid van een fatsoenlijk inkomen. Het is de wrange werkelijkheid van werkende armen voor wie 1 baan niet genoeg is om voor rond te komen. Laat staan om vooruit te kijken. Vragen over bestaanszekerheid die gaan onder je huid zitten. In de angst om te verliezen wat je nog hebt. De zorg over het verlies van zekerheden. Waardoor je toekomst een vraagteken wordt. Kunnen mijn kinderen straks doorleren? Kan ik mijn huis blijven betalen? Krijg ik later nog de zorg als ik die nodig heb? Een sluimerende onzekerheid dat je grip op je eigen leven verliest. En voor deze mensen was de Brexit-slogan Take Back Control uit het hart gegrepen. Voor deze mensen klonk de nostalgie van Make America Great Again minder hol dan veel tegenstanders wilden doen geloven. Trump en Brexit zijn niet het juiste antwoord, maar ze legden wel het probleem bloot. Ook in ons land is er weer een grote behoefte aan fatsoen, aan saamhorigheid en weer normaal doen. Mensen willen grip op hun bestaan, op hun inkomen en hun omgeving. De wijk waarin ze wonen en het bedrijf waar ze werken. Mensen verlangen naar een fatsoenlijke samenleving waar je erkend en gezien wordt. En niet de speelbal bent van de markt of van de overheid. Deze zomer las ik een boek van Milio van der Kamp. Misschien moet je iets lager mikken, heet het. Emilio vertelt over zijn jeugd, hoe hij opgroeit in armoede en ellende. Zijn vader is er vaak niet en zijn moeder staat er alleen voor. Er zijn schulden en regelmatig te weinig te eten. In de wijk wordt gevochten, gedeeld en gevoetbald. Het besef van armoede groeit bij Emilio pas als hij ouder wordt en meer van de stad ziet, de betere wijken. Tot dan is leven een vanzelfsprekend overleven. Je hoofd boven water houden, terwijl je nooit fatsoenlijk hebt leren zwemmen. Arm zijn, schrijft Milio, is niet alleen arm in geld. Het is arm in kansen, arm in mogelijkheden, arm in reputatie, arm in representatie om de macht. Armoede gaat letterlijk in je lichaam zitten.
Je voelt je minderwaardig, omdat mensen anders naar je kijken en anders behandelen. Emilio beschrijft het gevoel van schuld. In Nederland heeft het woord schuld een dubbele betekenis, schrijft hij. In de Engelse taal heb je guilt en debt. Guilt is je schuldig voelen. Debt is een schuld hebben. Het Nederlands kent dat onderscheid niet. Als je schulden hebt, ben je ook moreel schuldig. En dat voel je elke dag, schrijft hij. Emilio's schuldgevoel is precies wat de Amerikaanse filosoof Michael Sandel de tirannie van verdiensten noemt. Als we geloven dat succes een keuze is, dan is falen je eigen schuld. In onze prestatie- en consumptiesamenleving hebben we maatschappelijke erkenning steeds meer afhankelijk gemaakt van talent, succes en bezit. Opleiding en carrière worden onevenredig meer beloond, alsof wie je bent er niet toe doet. Het is het beeld van een samenleving als rat race. Een samenleving die net als het molentje in de muizenkooi steeds harder draait, omdat het muisje steeds harder gaat rennen. Totdat het muisje niet harder kan en genadeloos door het molentje wordt doorgedraaid. En hier stuiten we op een hardnekkig misverstand. Veel publicaties en commentaren gaan ervan uit dat het gebrek aan sociale cohesie wordt veroorzaakt door toenemende ongelijkheid. Ik denk dat het precies andersom is. In een samenleving die dominant wordt gedefinieerd in economische waarden, in winnaars en verliezers, vallen mensen tussen wal en schip. Het is een vrijbrief voor egoïsme en het recht van de sterkste om je eigen geluk na te jagen en onverschillig te staan tegenover de ander. Alleen door het morele besef dat we als mens een verantwoordelijkheid hebben naar elkaar, behouden we de sociale cohesie in onze samenleving. En dat is ook logisch, want het overgrote deel van ons dagelijks leven speelt zich helemaal niet af in een economische context. Maar in relaties met anderen. Als vader, als buurvrouw, als vriend of vriendin, broer of zus, als collega, als teamgenoot. Als vrijwilliger of mantelzorger. Allemaal relaties waarin niet de prestaties voorop staan, maar het contact van mens tot mens. En we doen onszelf verschrikkelijk tekort. Onszelf en elkaar verschrikkelijk tekort als we elkaar alleen maar afmeten aan de hand van economische waarden, succes en bezit. Juist thuis, op school, op het werk, in de kerk of de moskee, in de wijk en bij een vereniging, leer je wat samenleving is. Verantwoordelijkheid nemen en onderdeel zijn van iets dat groter is dan jijzelf. En die morele vorming is onmisbaar en, in economische termen, ook onbetaalbaar. Laat ik het van de andere kant aanvliegen. Versnelling is volgens de Duitse socioloog Hartmut Rosa het belangrijkste kenmerk van de moderne tijd. We maken onszelf gek. We reizen sneller, werken sneller, bouwen sneller. Op een e-bike fiets je sneller. Je volgende computer is sneller dan je huidige. Je nieuwe smartphone is nog weer sneller. En zelfs ons hele dagelijkse leven staat in het teken van die versnelling. We laten onze boodschappen brengen door een flitsbezorger. We bereiden een snelle hap in de magnetron. Of bestellen fastfood. En daarna doen we een powernapje of we gaan speeddaten of snel swipen op Tinder. En als de relatie niets is, ben je in een flitsscheiding zo weer uit elkaar. Alles moet snel, sneller, snelst. Toch worden we niet sneller gelukkiger. Integendeel, de prijs die we ervoor betalen is een burn-out samenleving. En eenzaamheid, het gevoel er alleen voor te staan. In het economische domein heeft die versnelling nog een extra impuls gekregen. Door globalisering en technologisering, waardoor het molentje in de muizenkooi wereldwijd nog sneller kon draaien. De productie van een auto gebeurt niet meer in één fabriek, maar bestaat uit een keten van halffabrikaten die razendsnel over de wereld bewegen, volgens de boekhoudkundige logica van de laagste kosten. Flitsbeleggers profiteren van elke milliseconde voorsprong. En zij hebben dankzij razendsnelle glasvezels en professionele diensten van banken en verzekeraars worden geoutsourced naar lage lonen landen, zonder dat de klant hier iets van merkt. De politiek ging te ver mee in dit neoliberale denken. In een groot vertrouwen in de vrije markt als belangrijkste instrument voor de verwezenlijking van het algemeen welzijn. De overheid deed noodgedwongen een stap terug door publieke taken te privatiseren, deregulering, en de eigen organisatie als een bedrijf te runnen. Efficiënt, voorspelbaar en technocratisch.
En hier ligt volgens Michael Sandel het begin van de publieke onvrede in veel westerse landen. De marktgedreven versie van de mondialisering heeft tot groeiende ongelijkheid geleid. En bovendien gevoelens van nationale identiteit en vaderlandsliefde van hun waarde beroofd, schrijft hij. Het is de bron van polarisatie en verharding van de politiek. Don't back the losers, pick the winners, adviseerde Shell-topman Gerrit Wagner in het begin van de jaren 80 het kabinet. Don't back the losers, pick the winners. Nederland stond er economisch slecht voor. We waren het zieke jongetje van Europa en de bestaanszekerheid van talloze gezinnen stond op het spel. Drastische keuzes waren nodig om te zorgen dat wij economisch weer mee gingen doen. In die tijd klopte die analyse. Maar zoals we in ons rapport Voor heel Nederland hebben laten zien, is die keuze voor de winnaars achteraf te ver doorgeschoten. Door het rendementsdenken en het sturen op technocratische modellen zijn ook in onze samenleving grote verschillen ontstaan. En we investeerden vooral daar waar het al goed ging. En hadden te weinig oog voor de gaten die elders vielen, in de regio, maar ook in de mindere wijken van de grote stad. Met als gevolg, maar nu anders, dat opnieuw de bestaanszekerheid van veel mensen onder druk staat. Rabbijn Jonathan Sacks was een schrijver die mij elke dag helpt scherper te zien waar het misgaat in onze samenleving. Als het sociale weefsel dat de samenleving bij elkaar houdt verdwijnt, en als mensen elkaar niet meer nodig denken te hebben, dan is het individu uiteindelijk overgeleverd aan de staat of de markt en rest de eenzaamheid, schrijft hij. We hebben die sterke samenleving nodig om met elkaar het goede leven te kunnen leiden. De samenleving is geen contract, maar een verbond. Het contract gaat over transacties. Het verbond over relaties. Sacks schrijft, een contract gaat over jou en mij. Een verbond gaat over ons, over identiteit. Volgens Sacks kun je met een contract een staat en een markt reguleren, maar geen samenleving. Het verbond gaat over wie we zijn en waar we naartoe willen. Om een samenleving bij elkaar te houden is een gemeenschappelijke moraal nodig, zegt Jonathan Sacks. Maatschappelijke vrijheid kan niet alleen door markteconomie en liberaal-democratische politiek in stand worden gehouden. Daar is een derde element voor nodig. Moraal, betrokkenheid bij het welzijn van anderen, actieve inzicht voor rechtvaardigheid, compassie en bereidheid niet alleen bezig te zijn met wat goed is voor mij, maar wat goed is voor ons allemaal. Einde citaat. We staan op een kruispunt, daarvan ben ik overtuigd. In Den Haag komt er een einde aan het tijdperk Rutte. Maar op een veel grotere schaal komt het einde aan het dominante neoliberale discours. Van winstmaximalisatie, ieder voor zich en de staat voor ons allen. Het heeft geleid tot een samenleving waar de saamhorigheid onder druk staat. Waar de burger te vaak alleen staat. Tegenover een kille overheid en een kille markt. Waar mensen niet meer zij aan zij, maar tegenover elkaar zijn komen te staan. Waar het ik belangrijker is geworden dan het wij. Het resultaat is een verweesde samenleving, waarin mensen niet meer het gevoel hebben dat ze echt gezien worden. Ik wil dat keerpunt markeren met een prachtig verhaal uit mijn eigen stad. Het is het verhaal van professor Erik Stegers, gynaecoloog in het Erasmus MC. In zijn praktijk komen vrouwen uit heel Rotterdam. Daarom zag Erik al snel dat er grote verschillen waren tussen vrouwen uit de goede en minder goede delen van de stad. Zo was de kindersterfte in de wijk Sjaarloos 4 keer zo hoog dan in de rest van Nederland. En ook op vroeggeboorte en lage geboortegewicht scoorden de baby's uit Sjaarloos aanzienlijk slechter. Erik ging op onderzoek uit. Armoede en sociale problemen bleken de oorzaak. De armoede ging gepaard met verslaving, slechte voeding. De vrouwen uit Sjaarloos hadden ook meer stress door schulden en huiselijk geweld. En ze rookten meer. Het klinkt niet als een baanbrekend onderzoek, maar het resultaat is wel schrijnend. Want deze kinderen staan op dag 1 al met 5-0 achter. En halen die achterstand zelden in. Dan bepaalt niet wie je bent, maar waar je woont, welke kans je in het leven krijgt. Professor Stegers begon het project Moeders van Rotterdam. Zwangere vrouwen worden thuis bezocht
Er wordt geluisterd naar hun problemen en gekeken hoe die kunnen worden opgelost. En zijn collega's die noemden dit bemoeizorg. Maar professor Stegers ziet dat anders. Het is bekommerzorg. En Stegers is een man die bereid is achter de cijfers en de regels te kijken naar de mensen om wie het gaat. Baanbrekend was dat professor Stegers ontdekte dat jonge Nederlandse vrouwen in Charloes dan weer meer problemen hadden dan de allochtone vrouwen. Wat bleek? De allochtone vrouwen stonden er minder vaak alleen voor. Er waren moeders, zussen, tantes en buurvrouwen. Die hielden een oogje in het zeil. En waren er als dat nodig was. De jonge Nederlandse vrouwen stonden er vaker alleen voor. Zij hadden minder mensen om zich heen om op te kunnen terugvallen. Ik vind dit zo'n sterk voorbeeld omdat hier heel veel samenkomt. Van de problemen waar het over gaat als het gaat over bestaanszekerheid. In een samenleving van don't back the losers worden deze vrouwen in Charloes helemaal niet gezien. In een samenleving waar succes een keuze is, zijn hun problemen ook nog eens hun eigen schuld. Maar in een samenleving waar omzien naar elkaar, door de moeders en de tantes of door iemand als professor Stegers, waarin dat nog wel bestaat, kunnen we veel problemen voor zijn. De mens wil gezien worden als erkenning van zijn of haar bestaan, in het besef dat we elkaar altijd nodig hebben. En dat is voor mij christendemocratie. Dat is ons mensbeeld. Ieder mens telt. Ieder mens heeft een thuis nodig. En ieder mens heeft betekenisvolle relaties nodig. Ik ben omdat jij er bent. In je eentje kun je het niet gelukkig zijn. Wel eenzaam. Ik vat dit even samen, voordat ik de weg vooruit schets. Nederland is een land geworden met twee gezichten. Het is echt niet voor iedereen een gaaf land. De cijfers spreken voor zich, maar vertellen niet alles. Er is ook stille armoede en onzekerheid die breder gaat dan alleen je inkomen. Die onzekerheid bepaalt je leven en dat los je niet zomaar op. Het bredere plaatje gaat over een samenleving die vooral gericht is op de markt, consumptie en eigen succes. En te weinig oog heeft voor de mens. De omgeving van de mens is de medemens, zei Jules Dilder. Het ontbreken van deze morele gemeenschap is de oorzaak van ongelijkheid en groeiende onvrede. Van mensen die zich niet of onvoldoende gezien weten. Zij voelen zich alleen, onbeschermd. En professor Stegers laat zien dat verandering mogelijk is. Dat uitkomsten geen gegeven hoeven zijn. Als je bereid bent verder te kijken, als je bereid bent de mens weer te zien. Die verandering bepleit ook de VNG in een stuk dat in maart verscheen. Bestaanszekerheid als belofte. Peter Heikoop, onze wethouder in Dordrecht, die schreef mee aan het stuk. En Peter maakt zich ontzettend druk over de manier waarop de overheid mensen behandelt. Die het niet alleen redden. Hij noemt het een schuld- en boetecultuur. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering en in de problemen komen, worden maximaal onder druk gezet. Als er dingen verkeerd zijn gegaan, wordt er van uitgegaan dat het aan de mensen zelf ligt, zegt Peter. Soms is het zelfs de overheid die de mensen over het randje duwt. Denk maar aan de toeslagenouders of de mensen in Groningen. Soms is het de overheid die zelf de oorzaak is van de wanhoop in de ogen van hele redelijke mensen. Denk maar aan de boeren die in de knel zitten en geen perspectief zien. Tegelijkertijd ziet Peter dat de overheid geen structurele oplossingen biedt, maar dat we wel meer geld uitgeven aan de bijstand dan om mensen aan het werk te helpen. Daarom heeft de politiek telkens weer nieuwe labmiddelen nodig om de koopkracht van mensen op peil te houden. Een lange termijnvisie ontbreekt. In het stuk zet de VNG wel drie stippen op de horizon die zo in ons verkiezingsprogramma zouden kunnen. Dat je inkomen genoeg moet zijn om van te leven. Dat iedereen nodig is en mee moet kunnen doen. En dat de overheid haar inwoners weer moet vertrouwen. En zelf betrouwbaar moet handelen. Door die woorden waar te maken, kunnen we mensen weer bestaanszekerheid bieden. En Peter maakt zich ook erg kwaad over de schuldenindustrie. Ik ook. Het is bizar dat wij commerciële bureaus geld laten verdienen aan de ellende van anderen. Hoe langer iemand in de schulden zit, hoe meer ze verdienen. Ik wil ook een einde aan de praktijk van woekerrentes en hoge aanmaningskosten. Net zoals we grote groepen mensen in de problemen brengen door het vrijgeven van het online gokken. Of soepele regels voor achteraf betalen. De markt mag het misschien willen,
Maar als samenleving kunnen we ook zeggen, genoeg is genoeg. Ik ben fan van de methode Heikoop. Peter kijkt net als professor Stegers verder dan de regels. Zij kijken naar mensen op basis van vertrouwen. Die omslag maken we ook in ons nieuwe verkiezingsprogramma, dat we maandag gaan presenteren. De hoofdlijn van het programma is herstel van vertrouwen, solidariteit en saamhorigheid in de samenleving. We laten duidelijk zien wat we anders willen en anders gaan doen. Het is een hoopvol verhaal voorbij de verlegenheid, waardoor we in de afgelopen jaren te weinig spraken over wat ons echt drijft. Een fatsoenlijk land van waarden en normen, een sterke samenleving, een eerlijke en rechtvaardige economie en een dienstbare overheid. Onze bestaanszekerheidsagenda gaat uit van werk als belangrijkste instrument. Om recht te doen aan het uitgangspunt dat iedereen mee kan doen, daarom komen we met de introductie van de basisbaan, waardoor niemand langs de kant hoeft te blijven staan en iedereen naar vermogen meedoet en een bijdrage kan leveren. We willen de bestaanszekerheid vergroten en de kinderarmoede terugdringen door met een stevig gezinspakket juist onze gezinnen meer lucht en armslag te bieden. Met een flinke verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Voor de lage en lage middeninkomens wordt de kinderopvang bijna gratis. In een nieuw belastingstelsel verlagen we de lasten op arbeid en verhogen we de lasten op vermogen. Zo laten we werken meer lonen en zorgen we dat de sterkste schouders ook echt de zwaarste lasten dragen. Omdat wij zorg voor elkaar heel normaal vinden. En omdat we dat heel normaal vinden, schrappen we ook de kostendelersnorm voor familieleden volledig. Zodat mensen die voor elkaar zorgen daarop niet worden gekort. We maken ook de omslag naar een andere overheid. Langs de lijn van professor Stegers en Peter Heikoop. Naar een overheid voor wie je geen nummer bent, maar een mens. Een overheid die bereikbaar is en aanspreekbaar. Wij willen dat de gemeente de ruimte krijgt om alle schulden van een gezin over te nemen. Zodat het gezin niet meer met tig commerciële partijen moet dealen, maar alleen met je gemeente. Haalbare afspraken maakt om van de schulden af te komen. Want maatwerk is mensenwerk. Maandag was ik op werkbezoek in Heerlen bij de stichting Samen Delen. Zij zamelen alles in wat zij met respect kunnen doorgeven aan anderen. Meubels, kleren, wasmachines, je kunt het zo gek niet verzinnen. Zonder winstoogmerk anderen helpen. Niet alleen in regio Parkstad, maar ook transporten van goederen naar Oost-Europa. Daar waar hulp nodig is. Het is een van die duizenden voorbeelden van de kracht en de creativiteit van de samenleving. Daar waar mensen naar elkaar omzien, niet onverschillig willen zijn. Pieter Heerma noemde dat de coöperatieve samenleving. Erik Stegers noemt dat bekommerzorg. Hanny van Leeuwen noemde dat solidariteit. We moeten heel goed nadenken wat solidariteit betekent in deze tijd. We moeten heel goed zien dat de mensen allemaal hunkeren naar veiligheid en zekerheid, zei Hanny van Leeuwen. Het zijn woorden om te onthouden. Als politieke leidraad voor onze generatie, jonge CDA'ers. De nieuwe generatie die staat voor een nieuwe politiek. Die eerst en vooral de mens ziet. Dank jullie wel.